lopen. 1 of 2 jaar na het planten van de frambozen struiken zit er volop aan. Er is er meer dan genoeg om te plukken. Frambozen genoeg, kilo's komen eraf. In de zomer hoeven we niks anders te doen dan de lange scheuten die dit jaar zijn gegroeid even tijdelijk op te binden, zodat ze niet op de grond komen te liggen. Ik gebruik daarvoor wit band, zodat u het beter kan zien, maar kan natuurlijk ook met een ander draadje. Dit is alleen tijdelijk, pas in de herfst komt het echte werk. In de loop van de zomer wordt zichtbaar welke takken het nu echt gaan opgeven. Het blad kleurt lichtgeel. Dat zijn de afgedragen takken van vorig jaar. Die geven nu geen frambozen meer en die kun je weghalen. Het is herfst, het is al bijna winter. En er staan nu veel te veel frambozen op die rij, tussen die palen. Het meeste blad is er al af. Dus nu zullen we moeten zorgen dat alleen de goede scheuten voor het aanstaande jaar overblijven. Dus we gaan dunnen. En de oudste, die gaan het eerste eruit. Soms komen de frambozen op en die staan buiten de rij. Hier is de rij en die staan er buiten. Die moeten we gewoon afschoffelen. Zie. Weg met dat ding. Nou, nog eentje. Ja, dat gaat een beetje moeilijk. Ze zijn wat dik geworden. Het is al herfst. Dit moet eigenlijk het hele jaar door gedaan worden. De oude scheuten die weg moeten, die kun je herkennen. Die zien er gewoon ouder en een beetje beslagen uit. Waar nu de snoeischaar op zit. Die moeten dus beneden, helemaal beneden aan, moeten die afgeknipt worden. En dan gaan we weer naar boven. En dit is wel een scheut die je moet behouden. En dan moet er iedere 10 centimeter moet je er één laten staan. Dat is genoeg. En die moet je netjes opbinden. En dan gaan we aan het werk. De scheuten voor het komend jaar worden stuk voor stuk met een stukje binddraad opgebonden aan de horizontale spandraden. De draad, dat kun je vaker gebruiken, zo zit hij voorlopig vast. Een beetje ruim opbinden, want hij groeit nog dikker. Het is klaar. De framboosjes voor volgend jaar zijn opgebonden, zo 10, 15 centimeter. Kijk, daar zit er eentje gekruist. Dat niet zo netjes. Maar verder gaat dat aardig. Zitten ze keurig opgebonden. Onderaan ligt de bewateringsslang, de zogenaamde zweetslang. Die wordt volgende zomer weer gebruikt. Het mag groeien, jongens. Dit is de omslag van mijn nieuwe moestuinboek. Het boek gaat over alle groenten die je makkelijk zelf kunt kweken, zoals tomaten, broccoli, paksoi, worteltjes en nog 150 groenten meer. Net als onze filmpjes, maar dan veel uitgebreider, met meer details die je graag wil weten. En het boek is gekoppeld aan de filmpjes. En natuurlijk schrijf ik alles over de techniek, ongediertebestrijding, bemesting, hoe je het best kunt bewegen. Je kunt het makkelijk lezen op je computer. Op je laptopje. Op je iPad. En zonder scrollen op je smartphone. De gratis demo downloaden doe je op www.herwiggarden.info en het dikke boek, dan kun je daar kopen voor de belachelijk lage prijs
van €3,99. Hoe doet die man dat toch?